We zijn altijd pionier geweest om nieuwe technologieën op de Belgische markt te brengen. Denk maar aan wat we gedaan hebben met 4G, wat we gedaan hebben met LoRa. En ook vandaag doen we een première. We hebben testen gedaan samen met onze partner Huawei, waarbij we de mogelijkheden van 5G-technologie hebben getoond aan de markt. 5G gaat ons vooral twee zaken brengen. Dus enerzijds gaat het toelaten om nog grotere bandbreedtes aan te bieden. We zien toch dat ieder jaar de vraag naar meer bandbreedte maal 2 gaat, verdubbeld. Een tweede zaak is dat we tot heden vooral mensen, klanten, hebben geconnecteerd. En meer zijn we zaken aan het connecteren. En dat kunnen eenvoudige zaken zijn, maar dat kunnen ook vrij intelligente zaken zijn die we connecteren. Voor 5G, alles is vandaag nog in labofase. De datums die we in ons hoofd hebben is 2020 of zelfs later. Vandaag hebben we dus een demo getoond waarbij we gebruik maken van millimeter weeftechnologie. Een moeilijk woord, maar het heeft ons toegelaten om hier vandaag de demo te geven waarbij we tonen dat je door de lucht 70 gigabits per seconde kunt duwen. En om dat even te vergelijken, wanneer u vandaag het vliegtuig neemt van Brussel naar New York, dan vraagt dat ongeveer 6 uur. Moest je dat in 5G-termen dan doen, dan zou het 5 minuten vragen. Iets wat noodzakelijk gaat zijn voor 5G is dat we het netwerk gaan densifieren. En dus we hebben vandaag een paar duizenden antennes in ons mobiel netwerk. In de toekomst gaan we er meer van nodig hebben. En dus we spreken over tienduizenden. En wat is een small cell? Zoals het woord laat vermoeden, dit is een kleinere antenne die je typisch gaat plaatsen op een lantaarnpaal, op de façade, maar die u gaat toelaten om naar uw klanten, daar waar er een hoge trafiek is, waar veel mensen samenkomen, om daar uiteindelijk ook een zeer goede ervaring te geven aan onze klanten. Nu, dat heeft natuurlijk te maken met veel werk dat gebeurt vandaag op de huidige technologieën, maar dat heeft ook te maken met anticiperen. Anticiperen wat er gaat gebeuren. En dus ik ben ook trots dat onze mensen kijken naar niet alleen de dag van vandaag, maar ook de dag van morgen en de dag van overmorgen.